De komst van Kieran, de eerste echte herfststorm van 2023, zijn de gure maanden van dit jaar nu echt aangebroken. En dat betekent opletten op de weg, want je kunt zomaar een fietser zonder verlichting over het hoofd zien. Waar is je forse lamp, meneer? Ik heb van die voorlichten die altijd worden gestolen. Die is kapot. Ja, komt er even op de stoep staan. Laksheid is het eerlijke antwoord. Deze campagne is keihard nodig, omdat we gaan voor minder fietsdoden. En er waren er vorig jaar bijna 300. En er zijn natuurlijk verschillende oorzaken, maar één van de oorzaken is gewoon slecht verlicht op weg gaan. En als je weet dat je er niet echt op gecontroleerd wordt, ja, dan moet je even een beetje opletten en dan kom je waarschijnlijk wel thuis. Goedendag meneer. Check heel veel verlichting. Ja. Maar die zie ik niet. Nee. Nee. Ja, je moet toch thuis komen. Ik ga niet naar huis lopen. Dus de volgende keer heb ik ze aan. Ja, u was hierbij gisteravond in Amsterdam. In anderhalf uur tijd heeft de politie 300 fietsers geteld. En daar had een derde geen juiste verlichting. Klopt, het was overigens in Rotterdam, dus het moet wel zo zelf gaan. Ik zeg maar, het verkeerd, het staat erop. Maar het was in Rotterdam en inderdaad nog steeds te veel fietsers. Ik schat inderdaad ook op zo'n een derde die geen verlichting heeft. Gek genoeg zelfs mensen die wel een lamp hebben, maar hem dan niet aan hebben gedaan. En bij heel veel mensen is die er niet of is die kapot. Dus het is wel echt wel open. Gisteravond was het nog ludiek. Er werden nog geen boetes uitgedeeld bij de start van de campagne. Dus de mensen die wel licht hadden, kregen als beloning een sleutelhanger. De mensen die geen licht hangen hadden, daar hadden we van die losse lampjes voor. Er was ook een stand bij van de ANWB, waar vrijwilligers gewoon ter plekke een kapotte lamp konden repareren. Ja. Maar de oproep is echt, dit doe je echt voor je eigen veiligheid. Want je bent gewoon niet zichtbaar voor automobilisten. Nee, want nu houdt u zich vanuit uw rol met grote dingen bezig. Namelijk de haven, maar ook de luchtvaart. Hoe het allemaal op de weg gaat. Maar dit lijkt relatief klein, maar de gevolgen zijn enorm. Hè? Jullie hebben onderzoek laten doen naar het gevaar van fietsen zonder licht. Wat is daaruit gebleken? 17% meer kans op een ongeluk als je geen licht hebt. En dat is dan meteen de categorie nare ongelukken. Hè? Ik bedoel, een fietser kan tegen een stoeprandje botsen of tegen een andere fietser. Maar dit zijn dan ongelukken gewoon met auto's. Nou, dat kun je meestal als fietser ben je dan behoorlijk in het nadeel. Dus dit doe je al voor jezelf. En ik vind ook verkeersveiligheid, dat vind ik echt ook een van mijn hoofdonderwerpen. En we zien, als het gaat om slachtoffers in het verkeer, dat met name fietsers onevenredig vaak het slachtoffer zijn. Dus daar is echt wel heel veel inzet op gericht. Ja. Ja, en toch denk ik dat iedereen zich er wel eens schuldig aan maakt. Helga, heb je altijd je licht op de fiets? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat mijn achterlicht kapot is. Ja. En dat ik hem al een tijdje moet wegbrengen. Maar wat ik een groter probleem vind, want deze campagne was al jaren geleden, is mensen die met losse handen fietsen, soms append. Dat zie ik heel veel. En dat vind ik heel gevaarlijk. Ja. Nee, ook dat. Hè. We hebben ook nog wel de monocampagne, niet bellen op de fiets. Ik zag overigens gisteravond ook nog voorbeelden van mensen die wisten dat ze geen licht hadden, maar hadden ze hun mobieltje in de hand met het lampje aan. Oh. Maar ja, dat is eigenlijk vlek op vlek, want dat mag ook niet met een mobiel in de hand fietsen. Sterker, de boete op een mobiel in de hand is nog hoger dan op het fietsen zonder licht. Maar je moet het gewoon allemaal op orde hebben en je doet het voor jezelf. Het mooie is bijvoorbeeld ook, we zijn nu ook bezig met jongeren, want heel vaak, dat hadden we het net al over, als je eenmaal zelf autorijder bent, dan ben je wel heel erg bewust van wat fietsen zonder licht, hoe gevaarlijk dat eigenlijk is. Jongeren zonder rijbewijs weten dat niet. Dus het is nu ook een project waarmee we langs scholen gaan en waar groepen jongeren komen met een virtual reality bril, zodat ze zelf kunnen zien wat een automobilist ziet. En het duurt vele seconden langer voordat je een fietser zonder licht... Ja, je schrikt je ook dood als je ineens een fietser voor je auto hebt zonder licht. Toch is het iets waar jullie al jaren mee bezig zijn, want de oproep voor betere zichtbaarheid. Ja, die was al vanaf de jaren 70, was hij al Veilig Verkeer in Nederland probeerde hem toen al aan de man te brengen. Zorg ervoor dat u voor het achteropkomend verkeer opvalt. Door een wit spatbord, door reflecterende pedalen en door een achterlicht dat het doet. Goed licht. Allicht. Ja, ik was nog niet eens geboren. U zat op de basisschool ten tijde van deze campagne. Ja. Hebben we even opgezocht. Hoe kan het dat de boodschap nog steeds toch onvoldoende doordringt bij mensen? Ja, we moeten het blijven vertellen tegen elkaar. We blijven hier ook mee doorgaan. We doen het ieder najaar als het weer donkerder wordt. Ook in de zomers moet je gewoon 's avonds later 's nachts je licht aan hebben. We gaan wel vooruit.
Maar er is nog een wereld te winnen. Als je 20 jaar terugkijkt, dan had nog meer dan de helft van de fietsers geen licht op. Inmiddels is het zo'n 25-30%. Dus we hebben wel wat gewonnen. Ja. Maar ja, dat is nog steeds te veel. Dus we blijven die boodschap vertellen. We hebben ook... We zien wel bijvoorbeeld dat 86% van de fietsen heeft inmiddels licht. Maar dan nogmaals, ja, dan moet je het ook nog aanzetten. Ja, ja, ja. En we zien gelukkig een beetje vooruitgang. Want op de e-bike zit het er eigenlijk standaard op. Dus naarmate er meer e-bikes zijn... Ja. Gaat het ietsje beter met het licht. Maar zou u dat inderdaad een vooruitgang noemen voor de verkeersveiligheid, die e-bikes en die fatbikes? Nou, niet altijd. En zeker bij fatbikes zijn serieuze zorgen. Daar zijn we nu ook aan het kijken wat we daaraan kunnen doen. Oh ja? We zijn met alle partners bezig van hoe zorg je ervoor dat dat veilig wordt. En met name als ze opgevoerd worden, dan begint de onveiligheid. Hè. Er is natuurlijk niks mis met trapondersteuning. Maar daar komen we later in de winter nog op terug. Want daar zijn we met alle betrokkenen naar aan het kijken. En e-bikes, ja, ook daarvoor geldt, doe het wel veilig. En daar ligt ook nog een wereld te winnen. Zijn we ook met gemeenten bezig om te zorgen dat fietspaden goed ingericht zijn. En dat iedereen de juiste plek op de weg heeft. En moet je die gewoon meer controleren? Want ik denk, zodra je één keer gecontroleerd wordt, dan denk je, dan vergeet je die, dat licht nooit meer, toch? Nee, klopt. Maar het heeft ook wel voortdurend aandacht van de politie. Juist omdat het zo ongelooflijk goed is voor de verkeersveiligheid. Een kleine handeling waarmee we onszelf als samenleving heel veel winst kunnen toedienen. Kortom, zet je licht aan. Dank voor nu. We gaan straks verder praten, maar we gaan eerst naar het NOS Journaal. Hier is Afgebogen.